Hier zien we opname van een prachtige vulkaanuitbarsting op planeet Aarde, bij een Russisch eiland in de Stille Oceaan. Je kunt kritische vragen stellen bij de functionaliteit van het ruimtestation ISS. Er wordt nog nauwelijks relevant onderzoek gedaan. Maar dat het een ideale plek is om foto's te maken van planeet Aarde, staat buiten kijf. De foto's zijn genomen op een hoogte van 400 kilometer. Door de schokgolf is een mooi rond gat ontstaan in het wolkendek. Het witte toefje op de grijze aspluim is ontstaan doordat de lucht boven de pluim heel snel opwarmt en weer afkoelt. Gunstige wind zorgt ervoor dat het toefje zo mooi intact bleef. Andersom kan dat ook. Vanaf de aarde kunnen we onze kunstmaan ISS bekijken. In de maand juli trekt ze haar baantjes over Nederland. Bij helder weer is de reflectie van de zonnepanelen goed te zien. Ze hebben ondertussen een grootte van een heel voetbalveld. Hierdoor is de kunstmaan waar te nemen als een heldere ster aan de hemel. Het ISS maakt per etmaal bijna 16 rondjes om de aarde en is dan een paar minuten te zien. Wil je weten wanneer het ruimtestation over je hoofd zoeft? Meld je dan aan bij een speciaal Twitter-account dat de journalisten Jaap Meijer en Govert Schilling in de lucht hebben gestuurd. Door in je profiel een locatie te vermelden, krijg je automatisch een bericht wanneer je omhoog moet kijken. Spannend tijdverdrijf voor de zwoele zomeravond. Volgende keer meer nieuws uit de ruimte.